Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, kijkers, Botlek TV, Link Media. Hartelijk welkom hier in de Boekenberg, prachtige bibliotheek in Spijkenisse in de gemeente Nissewaard. En naast mij, prachtig in het groen, helemaal zoals het hoort, de klimaatburgemeester, althans dat was ze, Ria Berkhout, vorige maand, oktober, afgetreden, zonder schandaal, maar met lof en eer. Dat gebeurt toch niet vaak als je zo tussentijds wordt vervangen. 1 jaar lang burgemeester. Je had het misschien wel, net zoals de echte burgemeester, 4 jaar willen doen. Daar heb je de energie voor, daar heb je de onderwerpen voor. Maar er was een afspraak van 1 jaar. Is dat niet verschrikkelijk kort, Ria? 1 jaar burgemeester. Het hebben van een netwerk nu, wat er nu ontstaan is het wel een beetje kort. Want ik heb natuurlijk overal kennis opgedaan. Maar de vorm die ik eraan gegeven heb met al die ideeën, was ik ook wel een beetje door de ideeën heen na een jaar. Dus ik had er een andere vorm aan moeten geven. En dat kan misschien de volgende burgemeester doen, klimaatburgemeester. Ja. Hoe heb je het ervaren? Want ja, je bent de allereerste klimaatburgemeester van Nissewaard. Je had geen voorbeeld. Ook in de landen zijn er niet zo gek veel ambtsgenoten van je. Hoe heb je het ervaren? Ja, ik vond het superleuk en heel leerzaam ook. En, ik ging elke 14 dagen bij een bedrijf of een instelling op bezoek. En de mensen wilden me ook graag ontvangen. En ik heb het echt heel leuk gevonden. Ja. Maar ja, daar gaat onnoemelijk veel tijd in zitten. Want het is niet zo als burgemeester Voort van Oosten, die een hele communicatieafdeling heeft, die een secretaresse heeft, een heel ambtenarenapparaat. Jij moet het allemaal alleen doen. Jij bent baas en assistent van jezelf. Nou, ik kreeg wel assistentie van de gemeente. En ik ging samen op bezoek met iemand die mij daarbij wilde ondersteunen. André van der Water gingen we samen heen. Wat ook leuk was, kon je samen overleggen van welke onderwerpen zullen we doen? Welke vragen zullen we stellen? En dus daar gingen we samen heen. Dat is ook heel leuk geweest. En als de stukjes geschreven waren, dan werden ze geredigeerd door de gemeente. En 1 keer in de 14 dagen kwam er een filmpje bij. Er kwam ook iemand van de gemeente een filmpje maken van het bedrijf waar ik kwam. Ja, je schreef een artikel. Waar werd dat geplaatst? Het kwam 1 keer in de 14 dagen in de Groot Nissewaard. En, ik probeer... dat is de krant die hier wekelijks verschijnt in deze omgeving? Ja, dat is de krant die elke week in de bus komt, als je geluk hebt. Ja. Daar komt die overal meer even snel binnen. Ja. En waar haal je dan je inspiratie vandaan om elke 2 weken een artikel te schrijven? Want de echte burgemeester, Voort van Oosten, die mag maar 1 keer in de maand in de krant, hè? Ja, die was wel een beetje jaloers. Die zei van, jij mag 1 keer in de 14 dagen en ik 1 keer in de maand een stukje schrijven. Dus dat was wel even leuk. En de inspiratie, de duurzaamheid heeft natuurlijk verschillende facetten natuurlijk. Groen en ook afval, isoleren, energietransitie. Dus elk facet probeer ik dan een keer te benaderen. Ja, en ging je dan gewoon naar een bedrijf, naar Reiners, de afvalbedrijf, en Ding Dong. Hallo, hier is Ria. Mag ik even met de directeur praten? Of hoe ging dat? Ik belde vaak een bedrijf of een instelling. En dan zei ik, ik spreek met de klimaatburgemeester. Ik zou graag bij u langs willen komen. Heel veel mensen zeiden dan, moesten dan lachen. Die zeiden, ik heb geen idee. Bestaat er een klimaatburgemeester? Maar iedereen wilde eigenlijk toch wel laten weten. Bijvoorbeeld bij het ziekenhuis. Die wilden toen, die zeiden, we gaan eens even kijken, wat doen we nu op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Dus die zijn toen gaan bekijken van wat doen zij nou als bedrijf. En ik ben ook wel benaderd door bijvoorbeeld een voetbalvereniging Hekelingen. Die gingen tenues leasen. Dus je kon je dan 1 keer in de betaalde je €60 per jaar en dan kon je dan €20 per jaar en dan kreeg je dan een tenue voor. En als je dat dan uitgegroeid was, kreeg je van hen weer een nieuwe. Oké, en werd die dan ook door de klimaatburgemeester elke 2 weken gewassen? Nee, dat deden zij zelf. Nee. Maar je was dan veel minder geld kwijt. Het was en duurzamer, omdat je natuurlijk het roleerde dan de t-shirtjes. En het was voor de mensen ook goedkoper natuurlijk.
Ria, ik mag, en dat wil ik natuurlijk niet, aan een vrouw haar leeftijd vragen. Dus we gaan niet vertellen dat ze inmiddels 62 jaar is. Dat blijft een geheim tussen jou en mij. Je hebt natuurlijk in die 62 jaar ontzettend veel ervaring opgedaan. Je hebt gewerkt. Wat heb je gedaan? Ik werkte bij de Wegenwacht. Bij de Wegenwacht? Nou, als iets klimaatvriendelijk zou kunnen worden in hun hele doen en laten, is het denk ik de Wegenwacht. Hè? Die hebben een voorbeeldfunctie, die gaan elektrisch rijden enzovoort enzovoort. Maar ook als huisvrouw heb je natuurlijk gewoon je eigen ervaring opgedaan. Je ziet die energiemeter zie je omhoog gaan, vooral de laatste tijd. En dan krijg je zelf ook ideeën. Pas jij datgene wat je buiten doet ook binnen in je eigen huis toe? Zeker, zeker. Wij hebben geïsoleerd en zonnepanelen natuurlijk. Wat minder stoken. En ook een regenton hebben we genomen om weer de planten water te kunnen geven. In mijn achterpad heb ik verduurzaamd door allerlei planten neer te zetten. Dus ik ben daar zelf ook mee bezig natuurlijk. Ja. Maar daar heb je geld voor nodig. En als je kijkt naar de wijk Molenwei, daar is recent een reunie van geweest. Die wijk tussen de Groene Kruisweg en de molen, die verdwijnt eigenlijk helemaal. Daar zijn de meeste huizen hebben enkel glas. Heel veel mensen die daar wonen of hebben gewoond, die hebben het geld niet. En dat geldt voor vele wijken hier in deze omgeving, in Spijkenissen en omgeving. Die ook graag zouden verduurzamen, die graag die energierekening naar beneden willen krijgen, maar gewoon het geld niet hebben om daarop te investeren. Wat zou een klimaatburgemeester, misschien jouw opvolger, kunnen doen om te bewerkstelligen dat daar gelden voor vrijgemaakt kunnen worden? Nou, er zijn bijvoorbeeld er komt een energiefonds bijvoorbeeld bij de windmolens. Er wordt er per jaar €10.000 per windmolen ingestopt. En dat zou je kunnen besteden bijvoorbeeld aan de omgeving. En dan zou je van dat geld wat in die energiepot komt, ik ben een voorstander van 5 windmolens, dan zou je €50.000 per jaar hebben dan om de omgeving te verduurzamen. Die zou je kunnen besteden aan mensen die niet zo draagkrachtig zijn. Nou, dan zetten we toch 100 windmolens hier omheen. Dan hebben we allemaal geld om te verduurzamen. Maar ik denk dat er dan toch wel aardig wat mensen in de contramine gaan. Want 5 windmolens, daar is heel veel over te doen hier in Nissewaard. Zelfs het college zou kunnen vallen als het in plaats van 3-5 gaan worden. Jij bent er een voorstander van, maar heel veel kijkers zeggen van nou, lekker, ik kijk al naar die industrie. En dan ook nog 5 van die ontzettende gestapelde urenmasten bovenop elkaar. Ja, nou ja, mensen klagen natuurlijk of verwachten veel geluidsoverlast. Maar de industrie geeft al in de wijk Noord al zoveel geluidsoverlast en de Hartelweg. Ik kan me niet voorstellen dat er windmolens daar bovenuit komen. En mensen zeggen dan zet ze op zee, wind op zee. Maar recent is uitgerekend dat 80% dat het 80% duurder gaat worden. Omdat je wind op zee, omdat natuurlijk het immateriaal natuurlijk naar naartoe gebracht moet worden. En arbeidsloon wordt duurder. Dus ja, ik denk we willen allemaal onze mobiel opladen of het licht aanzetten. Dus voor mij is het denk ik, kom maar op met die molens. Ja, maar heb je ook al gesproken met in jouw raadsperiode of burgemeestersperiode, moet ik eigenlijk zeggen, met de inwoners van Heenvliet, Geervliet, die verafschuwen die dingen? Dat is waar. Daar heb ik niet mee gesproken. Er zijn inderdaad mensen tegen en er zijn ook mensen die zijn daaraan gewend geraakt. Dat weet ik ook wel. We hebben zo'n ontzettend mooie omgeving. Stad en platteland wisselen elkaar hier af. Een prachtig gebied, de Bennisse. Maar je kan dadelijk met 5 windmolens erbij, kan je niet meer om je heen kijken. Of je ziet horizonvervuiling. Moeten we dat dan maar naar de toekomst toe gaan accepteren? Ja, ik vind van wel. Maar ik weet ook wel dat ik niet dat ik een van de weinigen ben die dat dan vindt. Dat is ook zo. Nou, heb jij inmiddels, is dat bekend, een opvolger, een man, die ook een jaar lang de tijd krijgt om zijn stempel te drukken op het klimaat, tot op zekere hoogte natuurlijk. Alfred Blokhuizen, de man van GroenLinks. Dus ligt een beetje in de lijn van jouw inzet, van jouw verwachting, dat ook jouw opvolger verder gaat met het promoten van windmolens.
Ja, daar heb ik geen idee van of hij dat vindt. Ik ken hem verder niet, ik heb hem nooit gesproken. Ik kan me wel voorstellen dat hij natuurlijk voor duurzaamheid zal zijn. Dat geloof ik wel. En ik ben erg benieuwd ook, wat gaat hij doen? Nou, lijk jij mij niet het type die zich vastlijmt ergens op een weg. Je bent geen drammer, je bent een verbinder. Je hebt je eigen manier om de mensen, zeg maar, mee te nemen in de klimaatverandering, in het bewustzijn van de duurzaamheid. Wat zou jij de kijkers van Potluck TV, Link Media, eigenlijk mee willen geven? Wat ik na een jaar wil meegeven aan de mensen is dat het een superleuk jaar is geweest. Ik heb allerlei mensen ontmoet van verschillende afdelingen van de gemeente of bedrijfsleven. Het zijn geen zure mensen, maar ook mensen die echt enthousiast zijn over de toekomst. Ik vond het zelf ook heel leuk om mensen te ontmoeten die net zo enthousiast zijn over verduurzaming als ik. En wat de gemeente nog zou kunnen doen, vind ik, is meer vergroenen. En tegen de hittestress en de wateroverlast, dat mensen een natuurlijke omgeving maakt mensen ook gelukkiger. En voor de mensen zelf zou ik denken, ga eens wat vaker met de fiets, isoleer je huis. Of ga eens naar het repaircafé. Er is al zoveel afval en het kan echt, geloof ik, iets van 90% van de spullen worden gerepareerd. Dan hoef je helemaal niet nieuw te kopen. Als verzoek aan de mensen vind ik, wees duurzaam en breek de natuur niet sneller af dan dat hij zich herstelt. Want we hebben maar één aarde. Dankjewel, Rian. Graag gedaan. We hebben maar één aarde en dat is een waarheid als een koe. Klimaatburgemeester Ria Berkhout uit Spijkenisse heeft u meegenomen in een periode van één jaar dat zij klimaatburgemeester is geweest. Ik heb een allerlaatste vraag aan haar. Wat geef jij mee, Ria, aan jouw opvolger? Maak er een leuk jaar van ook. En wat zou ik zeggen? Ik hoop dat je het op een andere manier invult. Want er zijn veel, veel facetten. Ik ben erg benieuwd wat je gaat doen. Ik kom graag bij je kijken. Nou, Alfred Blokhuizen, de nieuwe klimaatburgemeester. Niet alleen Ria komt graag bij je kijken, maar ook Botlek TV, Link Media. Tot binnenkort.